Beste kijker en luisteraar, welkom bij deze aflevering van DNA Actueel. Wij presenteren u de volgende onderwerpen. Vicevoorzitter DNA launcht project Trotse Surinamer. Vaste commissie Buitenlandse Zaken bespreekt begroting met minister en staf. DNA organiseert gezondheidsdag voor personeel. Commissie OWTNC bespreekt voorbereiding begroting met minister. Voorzitter Simons opent 14 Annual Kenke Conference en begrotingsbehandeling nader belicht. De vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, Melvin Bouva, heeft op vrijdag 24 november 2017 in het kader van Onafhankelijkheidsdag het project Trotse Surinamer gelauncht op de Christian Davidschool. Met dit project wordt beoogd alle Surinamers, in het bijzonder de jeugd, op een zeer jonge leeftijd te stimuleren respect en geloof voor dit land, vlag, wapen en het volkslied te hebben. 10 scholen zullen in de komende maanden voorzien worden van een pakket bestaande uit een hijsvlag, een tafelvlag en een banner. Vicevoorzitter Bouva vertelt wat dit project inhoudt. Het project Trotse Surinamer houdt in een initiatief om in elk geval middels meer liefde, meer respect en meer waardering voor de nationale symbolen, ons vlag, ons wapen, ons volkslied, maar ook een goede motiverende boodschap daarbij, jongeren te prikkelen. En jonge Surinamers, studenten te prikkelen om met meer liefde meer te doen voor ons land, met meer liefde meer te doen voor zichzelf en zo in feite te werken aan de ontwikkeling van zichzelf en het land. In feite gaat het niet alleen om de vlag en het gaat ook niet alleen om de betekenis van de vlag. Want als mij in 3 weken tijd, minder dan 3 weken, door meer dan 3 scholen wordt gevraagd om ze te helpen te doneren met de vlag, dan lijkt het op de vlag alleen. Maar het betekent meer wanneer je soms langsrijdt op verschillende plekken, overheidsgebouwen, scholen, verschillende plaatsen waar je ziet dat er een vlag hangt. Maar rood is rood geworden, wit is geel geworden en de vlag hangt er maar bij. Soms een gescheurde vlag, soms zie je ook hoe mensen staan bij het zingen van ons vlag en volkslied. Ze hangen erbij, pet nog op, geen respect, niet uit volle borst. Dat betekent veel meer dan alleen maar een vlag geven. Het betekent dat je de boodschap moet brengen dat we vanuit die liefde en die waardering echt moeten staan voor Suriname en moeten werken. En dat is waar ik als jonge Suriname, jonge leider, al sinds mijn periode als voorzitter van het jeugdparlement voor heb gestaan. Daarom ook toen in 2005 het initiatief om met ruim 7000 jonge Surinamers na 1975 de eerste mensenvlag te organiseren op het plein. Als dat teken, als prikkel. En ik heb ook altijd gesproken in het parlement, in de Nationale Assemblée, over het belang van vaderlandse liefde. In 2013 een hele discussie en als navolging daarvan het besef van het ministerie van Onderwijs dat ze meer moeten doen, dat ze vlaggen moeten brengen naar de scholen. Maar het stopt niet daarbij. Dit initiatief is een nieuw begin. En vanuit deze organisatie met vooraanstaande Surinamers, vooraanstaande jongeren voornamelijk, vandaar ook de voorzitter en de leden van het jeugdparlement hier erbij, om vanuit die beweging meer jonge Surinamers te prikkelen om een trotse Surinamer te zijn. Althans, de trots in zich te gaan prikkelen zodat ze het tonen en dat ze daarmee verder kunnen gaan tijdens hun studie, in hun leven, zodat ze echt een biggie man en biggie
vrouw worden in de maatschappij. Maar dat geldt natuurlijk voor alle Surinamers, jong, oud. Iedereen moet zich trots voelen en vanuit die trots en liefde veel meer gaan doen en veel meer gaan werken, gaan betekenen voor het land. Dat is wat we hiermee willen bereiken. Het initiatief vanuit het besef dat we het kunnen. Het initiatief vanuit het besef dat nog te weinig Surinamers echte Surinamers zijn. En dat bedoel ik, je kan Surinamer zijn, maar je kan een echte Surinamer zijn. Je kan een Surinamer zijn, maar je kan een trotse Surinamer zijn. Je kan een Surinamer zijn, maar je kan eentje zijn die vanuit liefde, respect, waardering voor Suriname, onze symbolen, vlag, volkslied, vanuit die liefde een drijfveer vindt. Als je ons volkslied leest, weet je hoeveel motivatie, weet je hoeveel boodschappen we vinden in het volkslied. Oppo, kondre, maar oppo. Wij staan nu op als jonge Surinamers, al sinds toen in 2005, zeg maar nu met dit initiatief om dat te doen. Maar als we met z'n allen steeds meer lezen wat er daar staat, God verheft ons heerlijke land. Hoe wij hier ook samenkomen, zijn we één. Als we vanuit die idealen leven en werken, met elkaar samengaan, dan geloof ik dat we naar een beter land kunnen werken en kunnen komen. Dus vandaar dat initiatief, vanuit dat besef dat ik heb, dat geloof dat ik heb, als jonge Surinamer samen met de anderen, om meer mensen wakker te schudden en meer trots, liefde, respect en waardering los te wreken, zodat we kunnen doen wat ons volkslied, wat ons vlag en wat het land van ons vraagt. De vaste commissie van Buitenlandse Zaken in de Nationale Assemblée heeft op dinsdag 14 november 2017 een bespreking gehad met de minister van dit ministerie, mevrouw Ildis Bigley, en haar staf. Tijdens deze bespreking is de begroting van het dienstjaar 2018 besproken en zijn de vragen gesteld door de commissie beantwoord. U hoort commissievoorzitter het lid André Misikaba. Het bezoek was inderdaad is de vaste commissie gegaan naar de minister om met de minister en haar staf te praten. En het was in het kader van de komende begrotingsbehandeling. Als alles goed zit, starten we de komende week met de departementale behandeling van de begrotingen. En BUSA is toch wel heel erg dynamisch, maar zeker nu zien we dat er heel veel activiteiten zijn op het stuk van relaties aanknopen, relaties versterken. En dus wil de vaste commissie meer weten van wat is de richting enzovoorts. Er waren een aantal vragen die naar boven kwamen nadat we de begroting hebben bestudeerd. Dus in dat kader waren we bij de minister. Nou kijk, Buitenlandse Zaken is het departement die inderdaad de relaties van Suriname beheert. En we praten over het buitenlands beleid, dat heeft te maken met de activiteiten van Suriname naar buiten toe, naar andere landen en omgekeerd. En dat moet goed beheerd worden, dus Buitenlandse Zaken doet dat. Maar natuurlijk, als je praat over een departement, dan komen andere zaken als Human Resource Management ook erbij kijken. Hoe de middelen worden beheerd, de diplomatieke posten, welke post moet je openen, welke post moet je misschien weer sluiten na evaluatie. Ook daarover is gesproken, omdat de regering het besluit heeft genomen een aantal diplomatieke posten te sluiten en weer andere te overwegen om die te openen. Dus al die dingen komen bij kijken. Dus ik kan zeggen dat het gesprek met de minister zich geconcentreerd heeft op de volgende thema's. 1. De relaties van Suriname met andere landen, waarbij gekeken is naar wat haal je precies uit de relaties. Een ander thema was diplomatie, want Suriname staat op het punt om een diplomatieke opleiding te starten, nog dit jaar. Dan heb je inderdaad human resource, dingen die te maken hebben met personeelsbeleid. En een vierde thema had te maken met met welke post behoud je, welke post sluit je wat diplomatie betreft. En waren er een aantal vragen die te maken hadden met
een aantal moves die de regering heeft gepleegd. Bijvoorbeeld de kwestie van ambassadeur Nederland, kwestie van Kosovo, kwestie van erkennen, dan wel weer niet. Dus al die zaken zijn besproken met de minister. Dus in elk geval, wanneer je naar de begroting gaat, dan is het belangrijk dat je inzicht hebt in de richting van, in dit geval, het ministerie van Buitenlandse Zaken. En de minister is heel uitgebreid ingegaan op de vraagpunten die er waren. Maar u weet, parlement is een politiek huis. Dus nu denk ik dat meer de politieke discussie zal zijn. Dus inhoudelijk is de minister inderdaad ingegaan. De minister zegt, we sluiten Trinidad en heeft echt de reden aangegeven waarom. Ik kan ook goed zeggen, ik ben niet eens. U weet hoe het zit. Er zijn verschillende fracties in DNA. En verschillende fracties kunnen soms een bepaalde idee hebben van hoe ze invulling zouden geven aan een bepaald beleid. Maar het is juist de dynamiek binnen de politiek, afhankelijk van welke partijideologie, kies je een bepaalde richting. Dat is normaal. Dus dan verwacht ik dat we nu vooral die politieke discussies met elkaar gaan voeren. Met elkaar en met de regering over het buitenlands beleid. Laat me bijvoorbeeld een voorbeeld geven. In de begroting staat dat men overweegt om een ambassade op te zetten in Genève, Zwitserland. En dat heeft bijvoorbeeld te maken met het feit dat haast alle internationale organisaties die er zijn, vanaf WHO tot ITU tot noem maar op, allemaal hebben een vestiging in Zwitserland. Zwitserland is een heel belangrijk land wat dat betreft. En bijna alle landen hebben dus een diplomatieke vestiging daar, waardoor het makkelijk is om samen te werken met de organisatie al daar. Trouwens, dat was ook een aanbeveling van mij 3 jaar terug aan de regering van overweeg om een post op te zetten. Maar dan moet je nu inderdaad die studie gaan maken. Wat gaat het kosten? Zwitserland is een heel duur land. Wat gaat het kosten? Kan je misschien niet een combinatie maken met je ambassade in Frankrijk om bijvoorbeeld niet residerend aanwezig te zijn in Zwitserland? Dat is een politieke discussie die gevoerd gaat worden. Dus om een voorbeeld te geven. De afdeling Human Resource Management van de Nationale Assemblée heeft op woensdag 15 november 2017 een gezondheidsdag georganiseerd voor haar personeel. Dit in verband met de Internationale Dag van de Gezondheid. Zo konden medewerkers hun glucosegehalte, bloedsuiker, gewicht en lengte meten. Het hoofd van de afdeling HRM, mevrouw Hanna Breinburg, gaat in op het belang van deze dag voor de medewerkers. De Nationale Assemblée heeft een gezondheidsdag georganiseerd voor het personeel, omdat we het heel belangrijk vinden dat onze medewerkers gezond zijn. Het welzijn van onze medewerkers wordt bij ons hoog geacht. Het was een dag bestaande uit een deel gezondheidsscreening. Eigenlijk was het een gezondheidspreventieactiviteit, bestaande uit een gezondheidsscreening en een awareness sessie. De gezondheidsscreening hield in bloedsuiker meten, bloeddruk meten, het gewicht, BMI. Dus de gebruikelijke dingen, of tenminste standaard dingen, die een indicatie geven over de gezondheid van iemand. Op zich vind ik het een heel geslaagde dag. De resultaten zijn individueel verstrekt aan de medewerkers. Er volgt nog een rapport waarin een overall verslag gegeven wordt. Maar de mensen weten het en het is voor hun een sein om op te pakken wat opgepakt moet worden. De vervolgstappen, zoals ik al aangaf, we gaan een rapport krijgen van degene die de dag heeft begeleid, de diëtist. En daarna zijn de medewerkers vrij om individueel verder te gaan met de diëtist. Maar we willen ook een groepsactiviteit organiseren. Dus het zal dan meer zijn een planning maken voor de groep. En misschien voor 3 maanden en dan kijken wat de resultaten zijn na 3 maanden. We willen het niet eens jaarlijks, we willen deze activiteit vaker doen. Misschien 1 keer per kwartaal. En we willen naast gezondheid ook andere dingen meenemen die te maken hebben met het welzijn van onze medewerkers. Muziek.
De vaste parlementaire commissie voor openbare werken, transport en communicatie heeft op vrijdag 10 november 2017 een bezoek gebracht aan de minister van het departement, Jerry Miranda en zijn staf. Het bezoek is in het kader van de begrotingen die eind november van start gaan in het parlement. De commissie heeft de minister vragen gesteld omtrent het beleid en zaken die in de begroting zijn opgenomen. De commissievoorzitter gaat nader in op dit bezoek. Ik mag u meegeven dat de vaste commissie natuurlijk van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, zoals gevraagd door de begrotingscommissie, vandaag een meeting heeft gehad met het ministerie om het beleid van het ministerie te bespreken met het ministerie. We hebben aan het ministerie gevraagd wat de beleidsprioriteiten zijn per directoraat. En per directoraat is aan ons doorgegeven wat de beleidsprioriteiten zijn. Ik kan u meegeven dat bijvoorbeeld voor het directoraat CTW als beleidsprioriteit geniet het National Infrastructure Project, dat vooral aandacht zal krijgen. Bij BWD het volkswoningbouwproject, dat zal dan aandacht genieten. En vooral de afronden van de studentenflats volgend jaar. Openbare groen, dat middels eigen middelen inkomt om haar taken uit te voeren. En ook het directoraat Transport en Communicatie, waar vooral de subsidies opvallen en waar bijna 30 miljoen verdiend zal worden aan de parastatalen. Dus in een nutshell is aan ons verteld van wat prioriteit zal genieten, wat gedaan zal worden op de verschillende directoraten. Het was namelijk zo dat elk jaar de vaste commissie de begroting, die als een aparte wet van het ministerie werd gepresenteerd, dat behandelde met het ministerie. Maar dit jaar is de begroting gepresenteerd als één wet en de verschillende ministeries zijn als afdelingen opgenomen in die wet. Vandaar dat wij eigenlijk als commissie alleen het beleid bespreken met het ministerie en dat dan verslaan aan de begrotingscommissie. Hoger onderwijs biedt de volgende generatie van elk land de basis waarop ze de praktische expertise kunnen opbouwen die ze nodig hebben om de bestaande en nieuwe uitdagingen van onze tijd aan te gaan. Dit zei de voorzitter van de Nationale Assemblée, Jennifer Geerling-Simons, tijdens de 14e Annual Kankade Conference. Voorzitter Simons heeft deze conferentie geopend. De conferentie is georganiseerd door NOVA en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en had als thema Promoting Regional Cooperating and Tertiary Education Quality Assurance, Strength in Sustainable Development and Harmony in Action. Voorzitter Simons heeft tijdens haar openingstoespraak aangegeven blij te zijn dat deze internationale conferentie in Suriname plaatsvindt. Dit omdat het onder andere zal helpen de bewustwording en enthousiasme op te wekken, voegt ze toe. Als voorbereiding op de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2018 hebben de vaste commissies de planning en de begrotingen van de verschillende ministeries besproken. Hierna brengen zij verslag uit aan de begrotingscommissie en die zal de aanbevelingen verwerken in een eindverslag. De afgelopen jaren zijn de begrotingen van de diverse ministeries behandeld in afzonderlijke wetten. Dit jaar komt er verandering hierin en zal de begroting in één wet worden behandeld. De voorzitter van de begrotingscommissie, het lid Amstad Abdul, geeft meer informatie hierover. De voorbereidingen om de staatsbegrotingen voor het begrotingsjaar 2018 voor te bereiden voor de openbare behandeling lopen aardig goed. De begrotingscommissie is inmiddels bij elkaar geweest en heeft de werkwijze van de commissie besproken, uitgestippeld en natuurlijk ook besluiten genomen. We hebben als eerst besloten dat ten aanzien van de financiële zaken aangaande begroting, eigenlijk kan je zeggen de begrotingstechnische zaken, wij de deskundigen van de Nationale Assemblée gaan vragen om verschillende analyses voor ons te maken. Inmiddels is dat ook al gedaan. Daarnaast gaan we de verschillende vaste commissies vragen om het beleid van de verschillende ministeries te bespreken met de verschillende ministeries en aan de begrotingscommissie feedback te geven. Al die feedback die we zullen krijgen van de verschillende vaste commissies zullen worden vastgelegd in een tussentijdse verslag dat de begrotingscommissie zal presenteren aan de Nationale Assemblée. Nadat we feedback hebben gehad van de verschillende vaste commissies,
zal dat worden vastgelegd in een tussentijdse verslag. Het tussentijdse verslag zal dan besproken worden met de Nationale Assemblée. En op basis daarvan zullen dan conclusies worden getrokken, aanbevelingen worden gedaan en dergelijke. Belangrijk is dat vooral de knelpunten aangaande de verschillende ministeries in het tussentijds verslag zullen worden opgenomen. De begrotingscommissie zal dan uiteindelijk een bespreking aangaan met de regering of een vertegenwoordiging van de regering en dan al die knelpunten met de regering doornemen. Hebben we dat al gedaan, dan zijn we voorbereid om eindverslag uit te brengen en daarna naar de openbare vergadering te gaan. Een staatsbegroting is eigenlijk een bij wet goedgekeurde planning van de overheidsinkomsten en de overheidsuitgaven. Om dat goed te begrijpen, dan moet je eerst weten van wat een begroting is. Een begroting is namelijk wanneer je bijvoorbeeld wat plant, je wil wat doen, dan ga je eerst opschrijven van dit zijn mijn inkomsten. Ik ga bijvoorbeeld aan arbeid, ik krijg mijn loon, aan loon dit verdienen. Ik ga zo een werk doen voor tante, dan verdien ik dit. En oom helpt me met zoveel. Dan zet je het allemaal op een rijtje en dan tel je hoeveel je aan totale inkomsten hebt. En dan heb je natuurlijk de uitgaven waarin je het wil uitgeven. Je hebt bijvoorbeeld een bepaald project. Ik wil dit, hieraan moet ik zoveel uitgeven. Aan punt B moet ik zoveel uitgeven. Je telt dat alles op, dan heb je je uitgaven. Toch? En dat is dan een begroting. Je hebt je inkomsten, je hebt je uitgaven. Natuurlijk, wanneer je uitgaven groter zijn dan je inkomsten, dan is er sprake van een tekort. En wanneer je inkomsten groter zijn dan je uitgaven, dan is er sprake van een overschot. De overheid presenteert ook zoiets aan de Nationale Assemblée. De regering geeft dan aan van aan belastingmaatregelen ga ik zoveel aan inkomsten hebben. Aan niet-belastingmaatregelen ga ik zoveel aan inkomsten hebben. En schenkingen en andere bronnen ga ik zoveel aan inkomsten hebben. Dit wordt dan mijn totale inkomsten. En een uitgave, het ministerie van SOSAFO zal zoveel uitgeven hier en daar en daaraan. Het ministerie van BAP zoveel uitgeven daaraan. Dit wordt dan mijn totale uitgave. En het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten, dat is dan het begrotingstekort. Wanneer dat alles volgens de wet wordt opgemaakt en het wordt gestuurd naar de Nationale Assemblée. Dan buigt de Nationale Assemblée zich daarover en neemt uiteindelijk een besluit van gaan we de begroting goedkeuren, gaan we de begroting niet goedkeuren. Okay. En als het goedgekeurd is, dan is het bij wet natuurlijk vastgesteld. Volgens de planning van de Nationale Assemblée willen wij op zijn tenminste de laatste week van november beginnen met de behandeling van de begroting. Ik dacht de 27e van november. En we willen voor 15 december, dat is de streefdatum, de begroting goedkeuren. Tot zover DNA Actueel. Wilt u de herhaling wederom bekijken, bezoekt u onze website op www.dna.sr via onze YouTube-link en DNA TV op kanaal 8.4. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer.